Ja, vrienden, net een telefoontje gehad van Jut. Want Jut die zegt tegen mij, ga bij het hek staan, want ik kom zo thuis en dan heb ik een enorme verrassing voor je. Dus dan kijk je eerst het hek. Kijk, hier is het hek. Dus ik ga hier nu staan. En dan moet ik dus hier wachten. Want ze heeft dus een hele grote surprise. Nou, wat het ook mag zijn. Ik ben in afwachting. Nou goed. Oh, oh, daar is ze. Kijk, daar is ze. Oh, oh. Draaien. Omdraaien. Omdraaien. Ik mag niet kijken. Ik mag niet kijken. Omdraaien. Nou, wat een toestand. Ogen dicht. Ogen moeten dicht. Ogen dicht ook. Ogen dicht. Nou, dan gaan mijn ogen dicht. Oh god, wat een toestand. Waarom moeten mijn ogen... Nee, ik kijk echt niet. Nou, mogen mijn ogen open? Ja, kijk maar. Ha. Och Jezus. Och Jezus, wat is hier gebeurd? Wat heb jij nou gedaan? Oh vrienden, kijk even. Mooi hè? Och jee, mooi hè, zegt ze ook nog. God. Kijk dan. Kijk, kijk vrienden, kijk mee. Wit. Ja. Blauw. En blauw, fijn. Ja. En deze? Rood, wit, blauw, leuk, ja. En? En de pink. En pink. De duim. En de duim. Die zijn oranje. En dan twee handen. Oh, ook nog een keer. Oh, met de andere hand ook nog een keer. Kijk. Goed hè? Kijk. Ik ben er klaar voor. Kijk, en een blije gezicht erbij. Ik ben er klaar voor. Oh god, dan heb ik ineens die oranje onzin in mijn huis in. Oh, jongen. Ja. Het brengt geluk. Oh, tuurlijk, het brengt ook nog geluk. Het is. Dan gaan ze. Ja, dat heb ik dus aan het hele toernooi. Gaan ze dus met die nagels lopen. En, maar luister eens even goed. We spreken één ding goed af, Jut. Je mag niks oranjes aantrekken. Nee, ik doe alleen dit. Alleen mijn nagels. Alleen die nagels, goed. Nou, dat is het dan. Ja, want... Oh, jongens. En als wij dan in die wedstrijden zitten kijken, ook met het Nederlands elftal, zit Jut altijd te roepen op de bank. Want dat is het zo. En dan elke keer als Frenkie de Jong de bal heeft, hè? Frenkie. Kijk, precies, dan roept ze... Frenkie! En ik zeg dan elke keer weer, ik zeg, lieve schat, ik weet dat die jongen Frenkie heet. Je hoeft niet Frenkie te roepen, maar dat doet ze wel. Want ze is helemaal gek van Frenkie de Jong. Ja, hij is toch een geweldig ventje. Ik vind het helemaal leuk. Die jonge meiden, die moeten... Gewoon, dan vindt ze Frenkie ook zo leuk. En dat heb ik dan naast me op de bank. En nou ook nog eens een keer met... Met van die, kijk hier, met dit, nog één keer jongens, met van die nagels. Nou, dan ben ik dus gefeliciteerd. Dan zit ik dus in huis met rood, wit, blauwe en oranje nagels. Dankjewel.